Ik kan me geen leven voorstellen zonder dans. Nee, dans is wie ik ben. Maar ik denk als ik stop met dansen bij het Scapino Ballet, dat ik nooit stop met dansen. Ik zal altijd blijven bewegen. Het Scapino Ballet is druk bezig met repetities voor de voorstelling Ting, die in reprise gaat. Het is niet alleen maar moderne dans, maar het is circus. We hebben live muziek van de Nits. Zij spelen iedere avond met ons. En we hebben een prachtig podium laten bouwen waarin het publiek om ons heen zit. Bonnie heeft al een lange carrière bij het Scapino Ballet. Ze begon als 18-jarig meisje bij het dansgezelschap en heeft onlangs haar 25-jarig jubileum gevierd. Ik ben altijd bij het Scapino Ballet gebleven omdat het een heel bijzonder dynamisch gezelschap is. Dus ik heb nooit de behoefte gehad om naar een ander gezelschap te gaan, omdat er zoveel bij ons binnenkomt. Eigenlijk toen ik hier binnenkwam bij Scapino, toen was zij een beetje onze mentor. Dus ze voelde altijd als een soort van warm thuis. En zij bracht mij altijd bij dat ik gewoon blij mocht zijn met wie ik was. En dus zij bracht mij in die zin heel veel zelfvertrouwen, denk ik. Qua inspiratie, qua dans, ja, denk ik dat ik van haar heel erg veel leer. Ja. Ik en Bonnie werken al 20 jaar samen. Wat Bonnie zo'n goede danseres maakt, is dat ze eigenlijk alles kan. Vroeger keek ik heel erg tegen haar op school. En wat zij daarna bij Scapino heeft neergezet, met elke goede graaf die wat anders van je vraagt, dat kan zij gewoon brengen. En zij is, ja, ze is gewoon supergoed. Bonnie heeft al in vele theaters gestaan, maar Theater Rotterdam is haar favoriete plek om op te treden vanwege de architectuur, dynamiek en akoestiek. Toen ze nog op school zat, trad ze hier op met het Nationaal Ballet met de voorstelling Sleeping Beauty. Toen ik voor het eerst voorstellingen ging doen in grote zalen, was ik doodsbang. Ik ben op hele jonge leeftijd eigenlijk al gaan werken, vanaf 17. 11 jaar daarvoor begon ze met dansen omdat haar tante aan ballet deed. En ik wilde ook op ballet omdat zij dat deed. En toen ben ik met 9 jaar gescout. Toen kwam er iemand langs van de academie en toen pas dacht ik van, oh, daar kan ik mijn beroep van maken. Een van de drijvende krachten achter Bonnie's carrière is choreograaf Ed Wubbe. Ze leerden elkaar kennen toen Bonnie nog op school zat en hij voor haar eerste solo maakte. Als danser ben je gewoon heel veel tijd in de studio en door zijn choreografieën en zijn heb ik zoveel geleerd. Ben ik geworden wie ik ben. Ja, Bonnie was vanaf het eerste moment was opvallend. En ze was toen al veel, veel belovend. Maar dan moet je nog maar afwachten of iemand dat waar kan maken. Nou, dat heeft ze dus dubbel en dwars waar gemaakt. Ik denk ook, nu dat ik aan het einde van mijn carrière zit, ga je heel erg nadenken over wat ga je daarna doen. En vind ik het ook heel erg leuk om de jonge generatie te coachen. Dus hoop ik ook in de toekomst zeker in het theater te blijven. En daar mijn bijdrage aan te geven als hopelijk als repetitor en coach.